In dit filmpje leg ik je uit hoe je jouw eigen YouTube playlist verwijdert vanaf je computer, dus met de webpagina van YouTube Studio. En ik leg je ook uit hoe je een playlist verwijdert met de app YouTube Studio, met je smartphone. Hallo, ik ben Otto Ome. Welkom op mijn YouTube kanaal. Als dit de eerste keer is dat je op mijn YouTube kanaal komt, druk dan even op de abonneerknop en zet ook het belletje aan. De twee nu volgende manieren om een playlist te verwijderen zijn definitief. Je kan de bewerking dus niet ongedaan maken. Je bent dus gewaarschuwd. Hoe verwijder je een playlist met YouTube Studio vanaf je desktop? Je opent YouTube Studio op je computer. Je klikt op het menupunt Playlists. Je klikt op de playlist die je wilt verwijderen. En daarna klik je op de drie puntjes. En in dit menu klik je op Playlist verwijderen. Er wordt gevraagd of je zeker bent dat je de playlist wilt verwijderen. En als je zeker bent, klik je op Verwijderen. De playlist is nu voor altijd verwijderd. Hoe verwijder je een playlist op de app YouTube Studio vanaf je smartphone? In mijn geval een iPhone. De manier met een andere smartphone zal niet zo verschillend zijn. Je opent de app YouTube Studio. Klik op het playlist-icoon onderaan. Daarna selecteer je de playlist die je wilt verwijderen. Bovenaan selecteer je het potloodje. En onderaan klik je nu op Verwijderen. Er wordt gevraagd of je zeker bent dat je de playlist wilt verwijderen. En als je zeker bent, klik je op Playlist verwijderen. De playlist is nu voor altijd verwijderd. Helemaal niet zo moeilijk. Probeer het zelf ook maar eens. Nogmaals, deze handelingen zijn definitief. Je kan ze niet ongedaan maken.